Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Ja, wat ik net ook zei, als daar een verklaring voor is, had ik het in het veld proberen om te zetten. Maar ja, ik heb nu in eerste instantie geen verklaring. Probeer toch eens te omschrijven. Ik denk dat we hadden afgesproken dat we, als we niet voetballend er doorheen konden komen, dat we gewoon de bal lang gaven op, dat we het duel daar gingen spelen. Dat hebben we af en toe ook gedaan, maar we stonden als verdediging dan te laag, waardoor we heel moeilijk grip kregen op de tweede bal, waardoor zij die telkens oppakten. En dan hebben zij natuurlijk hele handige spelers die goed tussen de linies kunnen spelen, waardoor zij heel snel over ons middenveld kwamen, waardoor wij als verdediging in een ondertal kwamen, omdat we in het begin niet ver genoeg aangesloten waren, waardoor we geen grip kregen. En dan kwamen zij met 6-7 man eruit. En ik denk dat we daardoor zeker 3-4 tegengoals hebben gekregen. Ja, en dan is het een manprestatie. Ja, dat is een understatement. Ja, probeer eens uit te leggen inderdaad hoe dat in het veld is. Als je op een gegeven moment met 5-1 achter staat. Ik zag de kopjes hangen, ik zag de handen in de zij gaan. Ja, wat kan je dan nog? Want je moet nog een helft. Nou ja, ik denk dat we de tweede helft wel hebben laten zien dat we er nog wel iets van probeerden te maken. Maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk veel te laat. Ja, dit had je ook niet verwacht, hè, van je overgang naar de Graafschap. Eerste uitwedstrijd, zo'n harde tik, nog nooit zoveel tegendoelpunten. De Graafschap in de eerste divisie. Nee, maar ik had dit überhaupt niet verwacht. Nee. Waren jullie dan in jullie hoofd misschien verder dan in werkelijkheid? Nou ja, ik denk dat we nu wel weer even met de beide beentjes op de grond staan. Natuurlijk hebben we de tweede wedstrijd gewoon goed gespeeld. Maar het was ook niet zo dat we aan het zweven waren of zo. We wisten gewoon dat dit een hele lastige uitwedstrijd zou worden. Maar dit had niemand in de kop gehad. Ja, hoe stil is het dan na afloop? Ja, wel stil. Er is wel, de jongens probeerden wel een analyse te maken van hoe dit kwam. En ik denk dat we elkaar gewoon de waarheid moeten vertellen en dan een streep eronder. Want het heeft ook geen zin om hier heel lang in te blijven hangen. Zeker niet als je zondag al weer NEC hebt. Nee, maar ja, ook al had je over 5 weken een wedstrijd, had het ook geen zin om hierin te blijven hangen. Ja, hoe is het uiteindelijk? Want dat heb je misschien gezien ook. Hè? Seuntjens, die natuurlijk, ik weet niet of je hem tegenkomt in de rust, maar die eraf gaat. Hoe is het daarmee? Ja, ik zag hem net op krukken lopen. Meer weet ik op dit moment ook niet. En ik denk dat er ook nog niet meer bekend is.